mensen van Doe Maar Gamen. Tot jullie kijken naar deze nieuwe vlogvideo. Dit is alweer de tweede vlogvideo die ik op een rij doe. Ik ben ziek vandaag, om het even zo te zeggen. Ik voel me namelijk echt heel erg slecht en ik heb een enorme druk op mijn borst. Echt ongelooflijk. Maar ik heb jullie beloofd deze vlogvideo te maken, dus dan doe ik het ook. Want zodra ik iets beloof, dan kom ik dat ook na. Want ik vind het heel erg vervelend als mensen hun beloftes niet nakomen. Dus daarom ga ik het zelf niet doen. Ik bedoel, de beloftes niet nakomen. Dat ga ik nu de beloftes wel nakomen. Ga ik dus wel. Dus bij deze de vlogvideo waarbij ik ga vertellen wat ik vandaag allemaal heb meegemaakt en wat ik vandaag heb gedaan. Als eerst. Oh, ik kan gewoon niet te snel praten. Ik krijg gewoon een enorme steek in mijn borst. Maar als eerst, wat heb ik vandaag gedaan? Ik ging vandaag naar school zoals ieder jongen doet op, welke dag is het? Woensdag geloof ik. Ik denk dat het woensdag is. Ik hoop dat het woensdag is, anders ben ik helemaal even verward met de tijd. In ieder geval, het is vandaag woensdag. Ik ben vandaag naar school geweest. Ik heb vandaag 3 toetsen gehad. Ik heb namelijk een repetitie gehad van economie en ik heb een toets gehad van Frans. Oh ja, en een repetitie van geschiedenis die we eigenlijk hoorden te hebben, maar die uit is gevallen. En natuurlijk moesten wij weer naar het open leercentrum. Wat inhoudt dat als je uitval hebt, dat je dan alsnog moet leren. Waarom? Ze hebben gewoon een hekel aan onze klas. Ik weet niet of dat het ook komt dat onze klas gewoon leraar overspannen maakt omdat ze gewoon niks beters te doen hebben. Maar in ieder geval, naast dat feit, ben ik vandaag naar school geweest. En het was in principe niet erg druk of zo. Het was gewoon een dag school waarbij ik eigenlijk al een beetje voelde dat ik ziek werd. Ik had namelijk heel erg hoofdpijn. Ik had heel erg oorpijn. En nu heb ik enorme druk hier op mijn borst. En voor de rest ben ik ook heel erg verkouden. Heb ik hoofdpijn, ben ik misselijk en heb ik pijn in mijn klieren. Dus eigenlijk alles wat je hebt wanneer je ziek bent. Maar dan vragen jullie je misschien af, Job, waarom maak je dan deze video? En dan heb ik eigenlijk vrij weinig op te zeggen. Ik vind het gewoon leuk om video's voor jullie te maken. En ik heb het jullie nu al beloofd. Ik heb namelijk in de Survival Island video gezegd dat bij de 150 likes video's zou komen. En die zijn er nu. Dus ik kan ook niet meer doen dan nu gewoon een video voor jullie maken. Want ik ga niet liegen. Elke keer als ik te lang achter elkaar ben, krijg ik hier een hele harde druk op mijn borst. Ik zou zo nog even naar mijn moeder vragen hoe dat komt. En ik hoop dat die er wat aan kan doen. Want dat is echt enorm, die pijn gewoon. Carlite, Euroshopper, heerlijk. Maar serieus mensen, wat ik jullie eigenlijk even wil vertellen is het volgende. Wat heb ik vandaag gedaan en wat was de verwarring? Want gisteren was er namelijk een video waarbij ik het had over dat ik op tv zou komen. Nou, dat is niet helemaal goed. Er is dus een programma op SBS6 genaamd De Spreekbeurt. Waarbij je gewoon een paar kinderen uitkiezen waarmee ze gaan praten. En dan gaan ze die kinderen tips geven over hoe spreekbeurten werken. Nou, toevallig kwamen ze dus in Harderwijk waar ik woon. En daar hebben ze dus een paar kinderen uitgekozen. Nou, ze kwamen ook bij onze school. En bij onze school gingen ze wat kinderen gebruiken voor het introfilmpje. Het was gewoon een introfilmpje. En dan zie je heel snel allemaal foto's voorbij flitsen van mensen die een iPad vast hebben. En in die iPad kon dan zeggen dat het staan producer en een soort van introfilmpje in die iPad. En ik was daar dus ook. En het voordeel was, of wat eigenlijk het leuke daar was, is dat mijn foto is uitgekozen voor de banner van de website. Ik zou even de website link hier beneden in de beschrijving zetten. Dan kunnen jullie ook gelijk de eerste episode kijken van de Spreekbeurt. In de eerste episode is gewoon een meisje naar een boerderij gaat waar ik helemaal niks mee te maken heb. Maar als je goed kijkt in het introfilmpje, zul je mij zien. Dan zul je mij zien. Maar dan moet je even snel dat videootje op stoppen. Dan gaat echt, dat is 1 milliseconde. Het is geen seconde, het is geen 2 seconden, het is een milliseconde. Het is gewoon echt totaal niks. Maar het is wel leuk, weet je. Dus ik kom een soort van op tv. En elke keer als er zeg maar een naam in beeld komt van bijvoorbeeld van Elise. Dan zie je mij zeg maar erboven staan. Dan zie je zeg maar een rij met kinderen. En dan zie je mij zo staan van, ik ben super Job en ik bespreid de misdaad op YouTube. Zo ziet het er echt uit. Echt heel erg lol. Check die video even. Ik zou de link van de website even hier beneden in de beschrijving zetten. Dan kun je nog ook gelijk de eerste video kijken. Oh, ik heb zo pijn in mijn borst en ik ben zo hoofdpijn. Ongelooflijk. Ik vind het zo moeilijk om deze video voor jullie te maken. Maar ik probeer toch mijn best te doen. Daarom zie ik ook niet helemaal gezond uit. Omdat ik dus echt super moe ben. En ook echt super ziek ben. Ik weet of ik morgen thuis ga blijven. Dat is een beetje een slechte eigenschap voor mij. En aan de andere kant ook weer een goede eigenschap. Ik heb echt een heel groot doorzettingsvermogen. En ik wil gewoon eigenlijk niet thuis blijven. Ik ga het denk ik morgen wel doen. Want op deze manier kan ik natuurlijk niet naar school. Maar in ieder geval, ik hoop dat jullie hebben genoten van Survival Island. Daarnaast is mijn dag op school eigenlijk vrij makkelijk geweest. Maar wat eigenlijk het vervelende was voor mijn dag op school. Was dat er een conciërge naar mij toe kwam. Die vroeg waarom ik gisteren niet meer ging. Zoals jullie misschien wel gisteren bij de vlogvideo hebben gehoord, was ik niet op gym gekomen. En dan kwam er dus omdat ik dacht dat ik uitval, maar ik had dus geen uitval. Dus ik was vanmiddag op school. En bij derde lesje kwam er een man, echt nog wel een beetje een forse man. Oké, hij is fucking dik. Die kwam dus de klas binnen en die zei, Job, puntje. Hey, de Jobs, waarom waren jullie gisteren eerst jullie op school? Dus ik zat al zo, oh kut. Ik zei, nou, wij dachten dat we uitvalden, want zij zouden ons gym leren. Maar dat hadden we niet, dus toen werden we pas heel laat wakker. En ja, toen konden we al niet naar school, het eerste uur. Zeiden van, dat is een slechte smoes. Ik zei, nee, dat is geen slechte smoes, dat is de waarheid. Toen vond hij ons eigenwijs. En hij zei van, en wat heb je hier aan gedaan? Ik zei, nou, ik ben naar de gymleraar gegaan en die zei dat we de volgende keer wel gewoon maar gym moest komen. Zei hij, nee, ben ik het niet mee eens. Ik zei, maar u bent de gymleraar niet, dus u heeft er toch niks over te zeggen. Ga je bij de hand doen? Ik zei, nee, ik doe niet bij de hand, maar dat is toch hoe het is. Zei zo, zie ik eruit of ik verstand heb van gym? Ik zei, nee, want hij is dus best dik, dus ik zei, nee, dat zie je niet echt, nee. Dus hij vond mij bij de hand en dan zei, je hebt een waarschuwing. En Job, jij ook, dus wij hebben allebei een waarschuwing. Dat was kut. Maar dat is best wel kloot, want de waarschuwing, als je 2 waarschuwingen hebt, of 3, weet ik niet zeker, ik geloof 3, dan moet je 2 uur nakomen. Dat is kut, want ik bedoel, als je dan 2 uur vroeg in je bed uit moet en mijn haar ziet er niet uit, dat is kloten. Dat is gewoon niet leuk, weet je. En dingen die niet leuk zijn, dat is gewoon kut. In ieder geval, voor de rest ben ik druk bezig voor het sparen van een HD-PVR. Voor de mensen die niet weten wat een HD-PVR is eigenlijk een soort apparaatje waarmee je het beeld van jouw PlayStation 3 Wii
net even zo andere consoles op jouw PC kan krijgen, waardoor je het kan recorden. En ik wil natuurlijk heel graag voor jullie de GTA 5 recorden en heel veel andere games. Dus ik hoop dat jullie het leuk vinden dat ik daar mijn geld aan uit ga geven. En voor de rest ga ik proberen een betere webcam te kopen in de loop van de tijd. Maar mijn webcam is namelijk niet helemaal mooi. En ik keek weer naar het schermpje. De vorige keer hebben jullie tegen mij gezegd, je moet niet meer in het schermpje kijken. Vanaf nu ga ik het dus niet meer doen. Eigenlijk moet ik gewoon het schermpje afplakken. Gewoon het schermpje afplakken. Dat moet ik doen. Kijk, nu maak ik ook contact met jullie. Een grapje. In ieder geval, dat is het een beetje wat ik vandaag heb meegemaakt. En ik had dus vandaag geschiedenis. En dan moesten we naar open leercentrum doen. Dat is echt kut. En ja, dat is gewoon kloot, weet je. En ik was gisteren ook bij open leercentrum om te leren voor geschiedenis. Wat dus weer uitviel. En toen waren dus een paar van de jongens, weet je. En die zeiden, oh joh, ik ging met het vliegtuig. Daar naartoe. Ik zei, willen jullie misschien iets zachter praten? Het is namelijk het open leercentrum. En ik ben aan het leren voor geschiedenis. Woe, ik geef jou één klap op die hoofd. Jij ligt knocking down. Ik zeg, nou, ik vraag het je alleen. Maar je hoeft me niet gelijk neer te slaan. En dat was een beetje een oneenigheid. Dus er een leraar bijgekomen is toch nog goed gekomen. Dat vind ik zo jammer dat tegenwoordig is het heel erg moeilijk om met bepaalde mensen in discussie te gaan. En dat ze dan gelijk helemaal boos worden. En je met het ene scheld naar het andere scheld weg proberen te lullen. Wat vrij moeilijk is, want ik scheld niet zodra ik in een discussie ben. Ik bedoel, ik ga niet zeggen, hey teringlaai, hou je bek. Ik was dat ik wil leren, kut. Ik zeg gewoon, hey, wil je misschien even stil zijn? En dan beginnen die andere jongens wel, hou je bek man, kan klein. Dat vind ik best wel vervelend. Daartegen heb ik echt een hekel aan scheldwoorden zoals kanker en zo. Dat is gewoon mijn mening. Dus ik weet dat er veel mensen mee schelden, maar ik vind dat gewoon vervelend. Maar dat is vrijwel altijd wat ik vandaag heb meegemaakt, wat ik vandaag heb gedaan. Nu wil ik aan jullie vragen, vinden jullie het leuk wat ik doe op mijn game? Die vlogvideo's die ik dagelijks upload met zo'n thumbnail bij, gewoon met het licht zo. Ik ben namelijk best wel lang bezig met het decor. Ik moet namelijk eerst het hele licht aan. Ik moet de camera goed zetten. Ik moet de SD-kaart weer overzetten naar de computer op een USB-stick. En dan kan ik het pas uploaden. Als jullie het leuk vinden, wil ik het graag voor jullie doen. Laat het beneden weten in de comments. Ga ik nu heel even rusten. Misschien ga ik even een uurtje slapen, want ik ben echt heel kapot. Ik heb echt enorm last van mijn borst en ik ben echt heel erg ziek. En de hoofdpijn en de druk op mijn borst is echt het ergste. Ik heb echt gewoon het idee naar doodgaan is een beetje overdreven, maar ik heb zo enorm pijn op dit moment. En toch probeer ik mijn pijn goed te verschuilen achter mijn gezicht door gewoon te gaan lachen, terwijl ik eigenlijk enorm pijn heb. Maar goed, mensen, bedankt voor kijken naar deze video. Vond je dit nou een leuke video, wil je morgen weer een nieuwe vlogvideo? Zorg dan even dat je Doe Maar Game in de gaten houdt. Voor de rest ben ik enorm druk bezig met de server. En de server gaat dit weekend open. En dan komt er een livestream. Maar voor de livestream ga ik dus eerst de Whitest Fights wegdoen. Dus hou Doe Maar Game in de gaten. Want vandaag of morgen komt er een update video over de Doe Maar Game server. En dan kunnen jullie Whitest Fights krijgen. Hou die video in de gaten, mensen. Want wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Met andere woorden, wie het eerst bij die video is. En wie het eerst mij contacteert over een Whitest Fight, die hebben ze. En als je dan later komt en er zijn al 20 man in, weet je, dan is het een beetje te laat. En dan is het gewoon gebeurd. Dus dit week komt er waarschijnlijk een livestream over de Doe Maar Game server. Met jullie erin als je een whitelist fight hebt gekocht. En dan komt het helemaal goed. Mensen, bedankt voor deze video. Voor dit leuk vandaag. Goed naar je achter. En dan zie ik jullie morgen weer met een nieuwe video. Of misschien heel misschien vanavond nog wel met een nieuwe video op Doe Maar Gamen. En ik ga even uit, want ik ben ziek. En dat is kut. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Later.